Strijders van het goede leven, het is weer zo'n dag. Het is weer zo'n dag. Er gaat wat moois gebeuren. Onze ploeg ondergaat elke week een metamorfose. Ik wilde zo graag die Cruijff moments, maar het is voorlopig toch een beetje kansloos. Aan de ene kant jammer dat we dus nog niet met Cruijff spelen op dit moment. Hé, er staat 95 hier in de game. Hoe kan dat? Hij is toch echt 96? Misschien waren ze dus toch van plan om hem 95 te maken. Hij is niet op de markt, überhaupt. Nee, we gaan andere dingen doen. Ik laat jullie even mijn ploeg zien. Jullie weten, als je packs met Paski hebt gezien, dat we Dybala hebben gepackt. Dybala. Ja, mist wel het een en ander. 95 snelheid is eigenlijk te weinig. Kunnen we wel wat mee gaan proberen. Wat ik er leuk aan vind, is dat we hem kunnen linken met Cristiano. Die heb ik nog niet echt gebruikt dit jaar. Iets anders wat belangrijk is dat we gewoon een keer een beest naast Frenkie hebben. Ik heb natuurlijk gespeeld met Pogba. Ik heb gespeeld met Aouar. We hebben zelfs die dwaas van een Doucouré daar opgesteld. Ben ik gewoon niet tevreden over. Wat we moeten doen is het volgende. We gaan hier Cristiano gewoon in de spits zetten. Meteen vanaf het begin. Hartstikke mooi. Iedereen op full chemistry. Dan Bale heeft niemand meer nodig door Frenkie. Frenkie is tevreden. Dybala is tevreden. Gaan we hier dus echt even een fenomeen neerknallen. En wel... Oeh, dat kan ik ook nog doen trouwens. Wacht even. Oké, wacht. Ik was opgestaan. Ja, zo gaat dat. Ik ben opgestaan met een idee dat ik dacht... Ja, we gaan vandaag naast Frenkie, Patrick Vieira. Die gaan we dan neerzetten. Maar nee. Ineens denk ik toch weer iets anders. Ah, dat is toch een beetje dat voetballende. We gaan toch voor iemand anders. En waarschijnlijk is het geen slimme keuze. Het is geen slimme keuzes. Maar jongens, slimme keuzes zijn altijd saai. Onverstandige keuzes in het leven zijn vaak de leukste. En vandaag gaan we even onverstandig zijn. Maar het wordt wel heel vet. Eerst maar eens even deze man aanschaffen. Cristiano, 830 ongeveer. Hier, motor heeft deze ook, 837. Helemaal goed. Ik ben tevreden. Kijk, binnen. 837, leuke prijs. Cristiano Ronaldo. Mooi, top. We moeten ook nog even gaan kijken hoe we het dan voorin gaan doen. Maar deze man is binnen en dan hebben we nu dus nog... Oh, er is meteen, denk ik, net even iets verkocht. Maar er moet nog steeds iets verkopen. En dat is deze man, Sergio Ramos. Ramos, wat doe je nou? Dat gaat ons nog ruim 3 ton opleveren. En... deze man, Yashin, 6 ton. Ja, dat gaan we halen. Jongens, er gaat iets leuks gebeuren. Dit gaat heel even duren. Even die spelers verkopen. Wat een kutspel. Ja, ze zijn verkocht. Fantastisch. 2,4 miljoen op de bank. Omdat Ramos heeft verloren. Ik verlies. Nee, hij is verkocht. Evenals onder meer dus deze man, Yashin. Vieira was dus het plan. Maar ik ben van gedachten veranderd. En weet je, ja, we blijven toch gewoon voetballers. Ja, ik weet dat ik eigenlijk een machine nodig heb. Maar zijn verdedigende stats zijn alsnog goed. Kijk eens even, dit is toch een legend, jongens. Dit is me een fenomeen. Hij is 2,3 geloof ik trouwens. Zijn middelste icon, 94 rated Zidane, is 2,8 maar. Ja, zitten we niet zo heel ver vanaf. Maar dit wordt hem. 2,305 lijkt me goed. Dit wordt hem gewoon. Hoppatee, 2,305. Jagerkaart erop. Ja, kunnen we doen. Kunnen we doen. Dat is op zich prima. Ai. Dit is toch ziek. Ga ik hem echt met een jagerkaart spelen? Ik denk het wel. Maar dan moet Frenkie eigenlijk juist vanaf nu de meest verdedigende man worden. Maar die is verdedigend ook gewoon niet slecht. Onderschepping op 95. Dat is eigenlijk het belangrijkste. We gaan Frenkie dus ineens eigenlijk gewoon als verdedigende machine gebruiken. Dit is de nieuwe ploeg. En hiermee ga ik nu gewoon mijn Weekend League aanvangen. En hoe gaan we dan spelen? Ja... de meeste mensen gebruiken dan toch Cristiano vanaf de zijkant. Wat even belangrijk is dat dus juist Zidane mee naar voren mag. En de vleugel moet dekken. En Frenkie moet juist achterblijven en het midden dekken. En waar zouden jullie Cristiano spelen? Volgens mij, ja, misschien toch spits en dan R9 erachter. Dybala ga ik ook een jagerkaart geven. Hij heeft het echt nodig. Snelheid, shooting. Ik ga gewoon met Dybala vanaf links spelen. En die gaan we dan gewoon heel snel... al wisselen. Eigenlijk gewoon elke wedstrijd in de rust. Voor ik denk Kubo. Van al deze spelers vind ik denk ik Kubo toch nog het best. En voor de duidelijkheid, dit wordt het dan dus. Cristiano in de spits. Dybala vanaf links. Nou, Dybala misschien gewoon elke keer wel in de eerste helft eraf. Als het niet bevalt, bevalt het niet. Maar in het echt is het ook gewoon een vette speler. En met onze vette speler Dybala nemen we het gelijk op tegen een geweldig elftal. Met die player of the month Neymar, nieuwe kaart en Ben Yedder. Maar Zidane, onze nieuwe speler, meteen in de eerste minuut, 11e minuut, zijn eerste goal. Dat moet ik zeggen. Eerste doelpunt is gelijk binnen voor Zinedine Zidane. We zien dan Kubo op links buiten in plaats van Dybala. En Kubo staat dan aan de basis van 2 goals. En hier meteen Zidane met zijn 2e goaltje. Ik ben blij met hem. Ik moet zeggen, begin van de dag, het is allemaal op vrijdag gespeeld. Begin van de dag was de gameplay niet heel lekker. En toen twijfelde ik zelfs heel even om Zidane na de eerste 2 potten te verkopen. En Vieira toch maar te gaan halen. Maar ik dacht, nee, we gaan hem een kans geven. Net als Ronaldo, die Braziliaan. Die zijn gewoon het best bij goede gameplay. Maar kijk eventjes, DJ Chantal heeft een wereldploeg. Met Baby Blanc weliswaar, maar verder gewoon echt alleen maar hele goede spelers. Timothy Akante, Douglas, meen ik.
En tegen die ploeg hebben we het gelijk lastig. Geweldige goal wel van Ronaldo, R9. Ik ga, ja, Ronaldo genoem ik Ronaldo. En we noemen Cristiano wel gewoon even Cristiano of zo. Ja, een beetje irritant anders, hè? Wat zullen we doen? Of moeten we ze R9 en CR7 noemen? Nee, ja. Lima kunnen we ook nog noemen. Maar Cristiano. Zo schrijf ik het ook op in mijn notities als ik score. Cristiano en Ronaldo. Zo gaan we het gewoon doen. Adama hier met een heel belangrijke goal. Kijk eventjes. Opslag van rust in de verlenging. Maar dan deze bal in minuut 120. Oh, geef ik het toch weer weg. Dan is het bloedstollend spannend. Penalties. Meteen in de tweede pot van de Weekend League. Dat is het laatste wat je wil. Maar gelukkig gaat het meteen geweldig. 2-0 meteen. Maar dan scoort hij hier weer niet. Is het nog steeds 2-0. Maar dan moet ik zeggen. 2-0 is het. We kunnen het beslissen. Maar we missen. En dan scoort onze tegenstander. Geweldig. In de kruising. En missen we weer. En scoort onze tegenstander weer. Staat het helemaal gelijk. Maar hebben we nog één strafschop om het te doen. En R9 Ronaldo doet het. We winnen. En we gaan 2-0. We overleven de penalty reeks in pot 2. Anders was ik echt helemaal van het padje geweest. Dan weet ik niet wat ik had gedaan als ik meteen weer 1-1 ging. Want ik had er weer zin in dit weekend. Ik heb er sowieso zin in. We gaan over het algemeen redelijk dit jaar. Maar we hebben gewoon qua resultaat slechte 2 weken achter de rug. 2 keer Elite 2. 1 keer vanwege tijdgebrek. Dat we 2 potten over hadden. Maar 1 keer vorige week dat ik het gewoon weggaf in de ene laatste pot volgens mij. Dus Elite 2. En we moeten gewoon een hoge score halen. En ik wil gewoon, zo, goedemorgen, gewoon een keertje 10-0 gaan op vrijdag. Dat lukt me maar niet. Ik wil gewoon op vrijdag beginnen. Kijk, dit moment, Frenkie over de knie valt. Is de Schwalbe. Heel raar moment. Geen strafschop kregen we daar. Maar we kunnen gelukkig wel blijven doorstomen. Ronaldo met de goal. En dan een lekkere aanval. Dybala op de paal. Volgens mij heeft Dybala nog niet gescoord. Aanval loopt dan door. En dan komt de bal hier met een McGeady spin en een sleepje. En een dragbackje. En een schaartje. Toch, bam, in het netje door onze Braziliaanse vriend. Die op 10 ook gewoon geweldig is. We spelen dus iets anders. Hij heeft weken, maanden in de spits gespeeld bij ons. Met Cruyff daarachter. Maar nu speelt Ronaldo dus achter Cristiano. En spelen we tegen best wel goede teams. Goede tegenstanders. Gaan we wel 4-0 als ik het goed heb. Maar Ronaldo blijft gewoon scoren. Tweebenig, heerlijk, komt er lekker overheen. Jullie zagen het, ik heb hem de instructie gegeven om mee naar voren te gaan. Of echt ook naar voren te gaan en echt als een soort van tweede spits bijna erbij te komen. Dit is een heel lekkere actie van Dembele en een heel slap rolletje. En dat wordt een beetje een ding in deze eerste 10 potten. Het wordt een beetje een ding. Ronaldo is daar niet zo van de rolletjes. Hij ramt ze gewoon vol tegen de touwen voor onze 5e overwinning. Komen we tegen een redelijk basic ploegje met Son en Wants to Watch Ben Yedder. Het is een roze rand. Het is een once to watch. Laatste packs met Paschi aflevering voor het klassement. Ja, hier toch een rolletje van Ronaldo. Die staat sinds gisteren online. Ga die checken. Het was leuk. Ik heb een beker gewonnen. En we hebben dus dingen gepakt. Waaronder die Dybala die we in onze ploeg hebben. Ondertussen 6-0 tegen Borra FC nu. En die rolletjes, ja, daar zijn we nog niet mee klaar. Kijk, het is er weer zo eentje. Gewoon een sleepje langs de keeper of een balrolletje. En dan een heel zacht tikkie. Cristiano gaat dan door. Dubbel X goaltje. Daar hebben we er ook heel veel van gemaakt. Er komen er nog een paar van aan ook. En Dybala op links. Ja, hij is niet super snel. Maar het is wel gewoon een goede voetballer. En hij heeft best wel wat assists op zijn naam staan. Hier een goede bal op Ronaldo. En Cristiano die tikt hem er dan in. 3-0. En dan willen we de 4-0 maken. Diep in de tweede helft. Cristiano waggelt er doorheen. En ramt hem tegen de touwen. 4-0. Veel rage quits in deze fase. 7-0 gaan we dan. En we komen tegen een goede ploeg. Met inform Cristiano Ronaldo. En die krijgt hem op presenteerblaadje. Laten wij een grote fout maken. En hij kan scoren. Ronaldo dan voor ons aan de andere kant. Op jacht met Cristiano. Op jacht naar de 1-1. Die kunnen we vinden gelukkig. Dembele met de actie dan. Trackback 1, trackback 2, Cristiano gevonden. En dan is dit een beetje een glitch, maar is hij zo sterk fysiek dat hij gewoon kan scoren. Maar aan de andere kant hebben ze ook in vorm Cristiano. En dan is het gewoon 2-2 tegen geen slechte tegenstander. En hier dan, een lekker moment. Dembele terughalen, dubbel X, volley, bam. Ze zien er ook gewoon stijlvol uit bij Cristiano. Dan stapt onze tegenstander in met zijn rechtsback. Komen we vrij met Kubo in de tweede helft, die dus standaard invalt voor Dybala. Weer een paasje terug, Ronaldo 4-2, 8-0. En dan gaan we al redelijk snel. Komen we hier tegen Prime Icon Moments leenspeler van Basten. Gaan we redelijk snel. Maar is het hier de 61ste minuut. Eerste kans. Zieke delay. Vertraging. En geen doelpunt. En dan is het dus een lastige pot. 69ste minuut dan. Dembele. Wat is dit? Oh. Hier zat ik te vloeken en te tieren. Geen strafschop. En dit moment. Je ziet hier gewoon dat de gameplay belabberd is. Maar we moeten ons blijven focussen. We moeten ons blijven concentreren. En kijk eens. Kubo met een belangrijke goal. 78ste minuut. Dan pas de 1-0. Het blijft 1-0. En dan in de 10e pot tegen deze ploeg. Met inform player pick. Neymar. Maar wij komen gelukkig via Cristiano op 1-0. En dan is het Mandi. Ferland Mandi. Die mee is gekomen. Volgens mij na een hoekschop een beetje blijven hangen. Of in elk geval hier in de 16. Fake shot. En links.
Bam, korte hoek, doelpunt. Weer een race quit. 10-0. Ik ben blij. Dit moeten we afmaken zondag tijdens de livestream. Thanks voor het kijken. Adios. Ciao, ciao.